Zie je dat, Harry? Leuke squirtings aan de overkant, hè? Oh ja, wacht maar dat ze hier aan de overkant komen, Evert. Dan hebben we morgen een heerlijk gebakken eendje aan tafel. Ja, nou, we gaan vandaag naar een hele bijzondere, exotische bestemming. We gaan namelijk naar Square. Je kunt op allerlei manieren naar Square in het Friese Drachten afreizen. Ik ga zelf met de bus. En ik ga even kijken hoe laat de bus precies gaat. Ja, wachten is natuurlijk nooit leuk. Maar het voordeel is wel dat je dan in contact komt met de inheemse bevolking hier. En erg vriendelijke mensen, moet ik zeggen. Hi, wat komt hier aan? Daar is de bus al. Ja, en dan dat uitzicht. Het is echt adembenemend mooi. We zijn er. Heren, ik heb hier een luxe accommodatie geboekt. Weet jullie waar ik die kan vinden? Een luxe accommodatie. Oh, daarachter. Daar staat een mooi tentje. Dit is mijn tent voor vannacht. Met Lidl tas. Wauw. Wauw. Oh. Welkom bij het Square Journaal. Ik zal jullie de komende dagen laten zien hoe het er in deze gevangenis aan toe gaat. Want waar ben jij voor gearresteerd? Nou, het kwam richting de buurt van de moord, hoor. Nou, nergens voor. Ja, het was niet omdat je een modemisdaad beging of zo? Nee. Oké, dankjewel. Een hele goede morgen. Mag ik jullie wat vragen? Kom jij je aangeven dan? Ja, mijn zus. Wat heeft je zus gedaan dan? Die wacht maar mee. Ben je hier door je ouders heen gestuurd of vrijwillig? Vrijwillig. Want wat heb jij gedaan dan dat je naar deze jeugdgevangenis moet? Nee. Ik zie dat jouw moeder meehelpt aan je uitlevering. Ja, dat klopt, want ze moet even helpen met de tent opzetten. Maar het is toch een jeugdgevangenis? Helemaal niet, het is lachen. Vorig jaar ging mijn brug te ver, dus daarom staan we nu in Almere. We staan momenteel in de Regenboogwijk en hier lopen de mensen. De tieners zijn binnen, de gevangenis is vol, het is tijd voor de opening.
Zo, dat was vet, hè? Ja. Weet je wel wat ik bedoel? Nee. Maar het openingsspel natuurlijk. Oh ja, leuk. En dan gaan we nu verder met het sportingsspel. If you party on the weekends every day, you're gonna get partied out. Nieuw element tijdens het sportenspel, dat moet natuurlijk geoefend worden. Keren op de meren van de Almere Peren Herenmeren, als je me niet gaat bezeren. Dus eigenlijk is Almere gewoon een zinkend schip? Nou, we zijn wel de beste. Hoe is het nou, Square? Leuk. Ja, heb je het nice? Ja. Nou, ik heb hier een vluchter, zie ik wel. Wat voor criminele daad heb jij verricht dan? Ja, ik heb snoep gestolen uit de snoepwinkel. Zo, dat was hem alweer, het eerste Square Journaal. Heel veel plezier vanavond nog in de box en vooral straks lekker slapen. Dames en heren, welkom bij de Hour of Power. Ik ben Jan van der Bos. Gaan we kijken naar de Crystal Cathedral. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst de getuigenissen straks horen van deze geweldige tieners. Die ondanks dat ze stekenblind zijn, geweldige getuigen in het Koninkrijk van God zijn. En dan even over het weer van morgen. Vannacht gaat het regenen. Pijpen stelen. Het wordt verschrikkelijk. De kiezelstenen zo groot als sinaasappels verwacht. Dus ik zou zeggen, ga maar je tentje in. Lekker de slaapzak omhoog. En lekker droge voetjes houden. Want het is verschrikkelijk hier op Square. Dit is Square Boulevard. Vanavond hebben wij veel christelijke shownieuws items. En Albert. Ja, Humberto, ja. Het is toch altijd weer een belevenis, hè, op Square. Ja, altijd die mensen en zo. Ja, nou, ik denk persoonlijk, kijk, ik liep naar een musical van Roodkapje. Ja, maar we hebben ook hot nieuws, Albert. Ja, Humberto, nou, zoals je weet, elk jaar met Square tijdens het Square-journaal hebben we natuurlijk dat einde, dat Square-lied, hè. Ja, nou, vorig jaar was het natuurlijk het selfie-lied, het jaar daarvoor het olé, je weet het toch wel, hè. Ja, inderdaad, hè, lekkere Suriname van me. En ja, nou, toen was het dus inderdaad het geval dat er dit jaar ook een lied moest komen en wij hebben dus de tekst, ja. Ja, ik zal hem even voorlezen. Het is laat het los, laat het gaan met een hele grote banaan. Nou, ik ben heel benieuwd natuurlijk hoor.